ja, of je bent wat jonger of wat dan ook en je hebt gewoon wat minder geld en je wilt toch op Adidasjes lopen en die dan niet nep zijn. Hoi allemaal, welkom bij deze nieuwe video. Ik sta even op een hele andere achtergrond, maar dat komt omdat ik deze video nu spontaan opneem. Omdat ik nu net alle spulletjes heb kunnen verzamelen. Alles is nu zeg maar binnen wat ik aan jullie wil laten zien in deze video. En Ruben is aan het leren in de woonkamer waar ik altijd film. Dus vandaar dat ik even hier sta. Maar ik heb heel veel mooie dingen gekregen. Het zijn ook wel duurdere dingetjes, heel veel enkele dingen. Zoals een heel mooi horloge en een bril. En ik heb heel veel leuke kleren, dus ik ga die jullie gewoon lekker laten zien. En op het moment heb ik geen lens in mijn ogen, want mijn lenzen zijn op. Maar ik denk dat als ik met een bril film dat het er een beetje raar uitziet. Alleen ik kan jullie dan wel meteen mijn nieuwe bril laten zien. Die is van Firmo. En zoals jullie weten heb ik daar al een keer eerder een bril van ontvangen. Dit is een hele goedkope brillenwebsite. De brillen kosten helemaal niks. Dan heb ik ook nog eens een kortingscode voor gratis frame en gratis normale lens of zo, glazen. Dus het kost echt helemaal niks meer. Verder weet ik niet precies hoe het werkt, want ik mag het gewoon uitzoeken. Dan moet je even kijken. Sowieso heel veel kortingscodes staan in de beschrijving. En die komt in deze. Vorige keer had ik ook een hele mooie bril. Die kan je eventueel even in deze video bekijken als ik niet vergeet te linken. Er zat dit keer een heel leuk roze brillendoekje in. Van binnen is de koker lekker zacht. En dan was het deze bril. Ik wilde heel erg graag een kleurbril, omdat ik dat heel erg mooi vond staan bij heel veel mensen. Ik weet nog steeds niet of ik het mezelf mooier vind staan dan een donkerdere bril. Het is even wennen, maar ik vind hem wel heel erg tof. Laat hem nog even op in deze video, denk ik. Nog eventjes, want nu zie ik tenminste wat. Dus dat is de bril, ga ik verder niet veel meer over vertellen. Hij is gewoon, het is niet, het zijn geen matte glazen of zoiets. Zoals ik soms bij de vanuit de verzekering doe als ik een bril mag kopen. Dat is wat duurder. Het zijn hele simpele glazen, ze worden ook best wel snel vies. Maar als je gewoon leuke montuurtjes wil en nog wil kunnen zien, dan is het echt een aanrader deze webshop. Dus dan laat ik hem nu gewoon op en dan ga ik eventjes verder met iets wat ik jullie al heel erg lang had moeten laten zien. Ik heb het een keer laten zien in een vlog die trouwens heel leuk is. Die kan je ook hier bekijken. Toen kreeg ik hele mooie sokken toegestuurd en die moest ik nog steeds in een shopvlog laten zien. Over die sokken had ik eerst iets van, oké, ik vind het leuk want ik mag iets gratis ontvangen. Maar ik dacht van ja, sokken, oké. Het waren alleen wollen sokken die niet beloofden te prikken. En ik heb een hekel aan wol, want ik ben best wel zo, ik kan heel slecht tegen kriebel en dat soort dingetjes. Een beetje gevoelig daarvoor. Dus ik dacht, nou, dan wil ik het wel gewoon heel graag proberen. Maar nu, ik ben zo'n fan en ik krijg niet betaald om iets te zeggen voor niks in deze video. Ik heb hier een paar, die heb ik al heel erg vaak aangehad. Dat zijn deze. Ik heb ook mijn moeder een paar gegeven, dat kan je in die video zien. Toen heb ik zelf een anti-slip sole gemaakt met I Love Mama, geloof ik. Op deze staat weer niks qua slip. Ik heb ze al heel erg vaak gewassen, ze zijn nog helemaal goed. En ik heb de lange modellen. Dit is de roze. Maar wat het is, ik draag ze nu niet meer helemaal lang omdat het zo warm is. Maar ik rol ze dan een paar keer op. En zodra ik het koud heb, doe ik deze sokken aan. En is mijn hele lichaam warm, zonder overdrijven. Ik heb het niet meer koud. Dus het klinkt misschien echt als een verkooppraatje, dat is het niet. Het scheelt echt op je stookkosten. Want ik doe dit aan en mijn hele lichaam is warm. Ik heb nooit meer koude voeten. Dit houdt je zo goed warm. Mijn voeten zijn toch wel, ja, als je voeten koud zijn, heb je het snel helemaal koud. Als je voeten warm zijn, heb je het snel warm. Dus ik ben hier zo blij mee. En had ik nog een setje aan mijn moeder gegeven. En had ik hier ook nog een nieuw setje. Dus hier ben ik heel enthousiast over. Wat ik niet had verwacht. Maar het is echt top. Dan ga ik door met iets geweldigs. Ik moest hem even openmaken omdat ik zo nieuwsgierig was. Maar daarna heb ik hem meteen weer dicht gedaan. Zodat ik nog een beetje mijn, ja, mijn enthousiasme gewoon aan jullie kan laten zien. Tadadadam. Mockwork. Toen kreeg ik een mailtje van Mockwork zelf. En ik dacht, ja hoor. Volgens mij is dit gewoon nep. Maar nee, dat was het niet. Het is een Zweeds merk, geloof ik. En ze hebben niet eens zo heel veel modellen. Maar ik heb een montuurtje, of hoe noem je dat? Model, montuur. Gekozen die je nu heel veel ziet, ook bij andere merken. En dit is het prachtige doosje. Hij is zo mooi. Ik heb voor zilver gekozen omdat het toch een beetje, oh my god, hij is zo mooi. Omdat het toch echt wel meer bij mij past qua kleur. Jongens, kijk dit. Hij is zo fijn en prachtig. Hier zit een kaartje. Een warranty kaart. Oh, ik ben echt op slag verliefd. Ik durf hem bijna niet te dragen omdat ik hem zo, zo mooi vind. Ik zou zoiets zelf eigenlijk niet voor mezelf kopen. Ik ben niet zo van de duurdere dingen. Maar nu ik het heb, ben ik zo gelukkig mee. En dan laat ik hem gewoon om. Ik vind hem echt prachtig. Ik ben hier echt super gelukkig mee. Dan een heel leuk budgetpakketje. Ik kreeg hier ook een mailtje van of ik hier wat wil uitzoeken. Eerst of ik een aparte video voor wilde maken. Maar ik vind het gewoon leuker om een gecombineerde shopvlog te maken. En dat zijn deze mooie doosjes van Beautiful Bijou. En .com of NL, ik zal het even in de beschrijving zetten. Daarvoor heb ik ook een kortingscode. Staat ook in de beschrijving voor als het goed is 15% korting. En daar mocht ik een aantal mooie sieraden uitkiezen. Die ik, ja, dit zou ik persoonlijk zelf sneller kopen dan dit. Omdat het gewoon heel erg budgetproof is. Het eerste zijn deze.
Dit zijn twee chokers die ik heb uitgekozen. Ik heb alles zelf uitgekozen. Deze vond ik heel gaaf, een beetje zo'n beetje hippie-achtig, festival-achtig. Heb ik echt nog nooit gezien. En deze vond ik ook zo gaaf, een zwarte met allemaal sterretjes. En het zit zo leuk verpakt. Dat is wel heel erg mooi. Echt met zo'n fluweel. Dan, dit heb ik al op Snapchat gedragen, want ik zag het, ik moest het meteen aandoen. Dit kettingje. Meteen omgedaan. Ik krijg ook allemaal vragen van waar ik hem had gekocht. Nou, nu weet je het. Dit soort oorbelletjes, precies deze, heb ik ook nog nooit gezien. En wat ik heel mooi vind, is dat ze heel erg mat zijn. En daardoor lijken ze heel chic, vind ik zelf. Ik vind ze echt geweldig. Dit zijn echt mijn favorieten. En dan heb ik ook nog gouden stemmetjes oorbellen. Superleuk. En dan deze. Dat is niet echt mij, maar ik vond deze ook wel heel erg tof om te proberen. Hier zit een ring in. Die ga ik ook even meteen omdoen. Die had ik als setje gedragen gisteren. Dus dat zagen jullie op Snapchat. Sterrenoorbellen, sterrenkettingetje en maan en een, het is het ster. En dan dit, heb ik ook nog nooit eerder gezien, een planetenketting. Die vond ik ook echt te gek. Heel erg leuk. Dit soort dingen maken me zo blij. En dan heb ik hier ook nog met een planeetje een choker. Die zit ook weer in een zakje verpakt. Ze doen wel echt hun best daarvoor. Dat is deze choker met een iets ander planeetje, want die zit zeg maar dicht. Heel erg leuk, met een heel mooi... Zo'n nep leren bandje. Dat is ook wel leuk. Een keertje niet zo'n velvet bandje, maar zo'n leren. Dat vind ik heel erg tof. Het doet me een beetje denken aan vroeger. Dan had je dat ook. Dus dat is van Beautiful Bijou. Heel erg leuk. Echt een aanrader om daar een kijkje te nemen. Ik ben er heel erg blij mee. Dan over naar de kleding. En ik heb zelf gemaild of ik wat mocht uitzoeken bij Desi. DesiOfficial.com. Ik denk dat je... Oh nee, Desi. De Desi. Een Belgische winkel, als het goed is. En daar zag ik een jasje op Instagram en die moest ik hebben. Dus toen heb ik gemaild of ik wel mocht uitzoeken. Ik heb twee dingen voor mezelf en twee dingen voor Ruben. En één dingetje, als je als man daar bestelt, bestel een maatje groter. Want voor hem valt het te kort. Ik ga het dus toch wel aan jullie laten zien, want het is wel heel erg leuk. Maar ik begin even met mijn eigen spullen. Dit is het jasje waarvoor ik de bestelling heb geplaatst. En dat is dit lichte denim jackie. Ten eerste is deze heel erg licht, dat vind ik leuk. Maar waarom ik hem wilde, is omdat ik helemaal verliefd ben geworden. Op de achterkant. Oh my god. Ik zag dit. Ik moest het hebben. Ik dacht eerst van, zal ik hem bestellen? Zal ik hem bestellen? Dacht ik, ik ga gewoon even mailen. Dat is zo chill als je YouTuber bent. En ja, ik mocht deze. Dus ik vind, ja, je moet hier misschien van houden. Maar ik ben echt verliefd op dit jasje. Ik vind het echt helemaal geweldig. En dan bestelde ik ook nog een ander heel erg leuk jasje. En dit is iets wat ik helemaal niet zo snel zou dragen. Want ik draag nooit rood. Ik hou helemaal niet van rood. Maar ik vond deze zo leuk. Not Your Princess. Die tekst vond ik ook fantastisch. En ik vind de kleurencombinatie heel erg mooi. En dan zei trui voor Ruben. Hij vindt het heel jammer dat hij ze niet past. Want hij vond ze echt heel erg mooi. Hij zat echt op die website van, oh, ik wil echt heel veel dingen. Had hij al gewild. De eerste is deze. Make a Love Not War. Het is een hele zachte, best wel skinny trui. Sowieso, het model is wel echt skinny. Best wel strak. En van binnen heeft hij gewoon een hele zachte voering. Dit is echt een mooie kwaliteit trui. En dit is gewoon hun teken wat ze erop hebben gemaakt. En de andere is deze. En gelukkig pas ik deze. Dus die heb ik nu lekker gestolen. Dit is echt de meest comfortabele trui ever. De buitenkant is ook al zacht. Meestal is alleen de binnenkant zacht. Maar de binnenkant is echt zo zacht. Ja, het zachtste stofje ever. Dus dit trek ik nu gewoon vaak thuis aan. Maar ik vind hem ook gewoon best wel stoer voor een vrouw op een broek. Dus ik ben niet de topper in kledingadviezen. Maar... hij is dus gewoon best wel kort. Dus daar moet je echt rekening mee houden. Ruben heeft best wel een wat langer bovenlichaam, denk ik. Maar met normale kleding heeft hij daar nooit echt problemen mee. Heeft hij gewoon een M. Maar dan weet je dat, mocht je deze willen bestellen. En als vrouw heb je vaak een wat korter bovenlijf. Dus dan kun je ook voor de mannen trui gaan. Hoi, ik ben eventjes nu op een ander moment. Maar ik was toch iets vergeten te laten zien. Dus dat plak ik er nu eventjes voor jullie in. Iets dat ik namelijk nu al een tijdje heb staan. En ik heb het al op social media gedeeld. En ook mijn kortingscode met jullie gedeeld. Maar dat zijn muesli's van My Muesli. En ik heb het bedrijf zelf gemaild. Of ik daar mijn eigen muesli mocht samenstellen. Op dat moment kon dat niet. Maar ik mocht wel uitkiezen welke muesli's ik wilde hebben. Het zijn er echt super veel. Maar je kunt daar dus ook je eigen muesli samenstellen. Alleen de verzending duurt dan wat langer. Dus dat kon nu eventjes niet. Dat kunnen dus ook. En je kunt gewoon hele simpele muesli's uitzoeken of maken. Of met heel erg veel erin. En het zijn dit soort kokers. Ik zal je snel laten zien welke ik heb. Ik heb de piratenmuesli. En dit is wel voor kinderen. Hier zitten bananenstukjes in. Appelstukjes. En deze muesli is vrij... neutraal. Maar je hebt bijvoorbeeld ook een andere muesli. En dat was de I Love You muesli. Die had ik met Valentijn. En hier zit echt vet veel in. Die is nu dus helemaal leeg. Die vond ik heel erg lekker. Maar je zet er heel veel frambozen in. En aardbeien en chocoladehartjes. En ook echt heel goed gevuld. Want dat vind ik in de supermarkt met muesli's. Het valt gewoon vaak heel erg tegen. Dan heb ik nog wat gezondere muesli. Kijk. Met een beetje korp
cornflakes en bananenstukjes. En ze zijn zo lekker. En ze zijn ook echt al sinds Valentijnsdag dat ik ze kreeg open. En ze blijven gewoon helemaal vers. En deze muesli kreeg ik laatst nog los toegestuurd. Deze is voor paas en die is echt heel erg lekker. Hier zit... Kijk, je ziet ook wel, er zit echt best wel veel in. Hier heb je framboosjes, maar er zitten ook cranberry met witte chocolade. En dit soort chocolade kruislies. Maar je kunt ze ook kiezen voor kruislies met bijvoorbeeld minder suiker. Dan heb je deze, die prinsessenmuesli. En dan heb je ook nog... Hoe heet dat? Paleo of zo, muesli. Je hebt de My Happy Divorce muesli. Ik hou gewoon heel erg van deze soort. Met die witte chocolade erin en ook witte chocolade bolletjes. En dan heb je ook nog de Earl Grey granola. Dit is een hele andere soort. Die heb ik nog maar één keer gegeten. Die heb ik nog niet gegeten. Ik heb opengebakken maar nog niet geproefd. Met gebakken in Earl Grey. En hier zitten echt, nou, noten, bessen. Je ziet, ze zijn zo goed gevuld. En ik heb de muesli ook al gebruikt om... zelf granola van te maken. En ik heb het ook al gebruikt om muesli bars mee te maken en zo. Het is gewoon echt top. En dan heb ik ook een hele leuke actie voor jullie. Ik ben hier echt heel enthousiast over. En dan krijg je sets van deze proefversies. Als je mijn code invoert in de beschrijving staat. En dan hoef je maar voor 10 euro te bestellen. Dus je bestelt 2 muesli's of 1 hele bijzondere muesli of zo. En dan krijg je dus 6 of 8. Volgens mij 8 van deze erbij. Dus je bent heel chill voor onderweg. En ik doe dan gewoon bijvoorbeeld zo, ik ga naar in de auto en dan doe ik hier yoghurt bij. En dan kan ik dit gewoon zo meenemen. Dat vind ik super handig. En daarna weggooien. Dus dat wou ik jullie nog even laten zien. Dit vind ik echt heel erg lekker en leuk. Dus hou je ook van muesli, is het zeker een aanrader. En dan gaan we nu weer terug. En dan zijn we eigenlijk al bij het laatste. En dat is iets wat ik zelf heb gekocht. Namelijk deze had je op Snapchat kunnen zien. De Adidas Neo schoenen. Die ik bij Van Haren kocht voor 60 euro. Ik heb even gevraagd van ja, wat is nou het verschil? Want het zijn wel de echte Adidas schoenen. Maar het verschil dat ze deze verkopen en dat deze zoveel goedkoper zijn. Echt de helft goedkoper. Is het materiaal. Normale Adidas zijn van suede of leer. En dit is gewoon van synthetisch. Of hoe heet dat? Ze lijken erg op Superstars, maar dat zijn het dus niet. Ze zitten ook wel echt minder lekker dan mijn Superstars. Dat zijn deze schoenen. Ze zijn echt heel erg mooi. Zeker een aanrader als je gewoon, ja, of je bent wat jonger of wat dan ook. En je hebt gewoon wat minder geld en je wilt toch op Adidasjes lopen en die dan niet nep zijn. Dan is dit gewoon super vet. Ze hebben nog heel veel meer modellen, maar ik vond dit... Het is niet echt rood zich goud, maar meer van dat parelmoerroze of zo. Heel erg mooi. Ik was er echt verliefd op. Ik hou van witte sneakers en ik draag mijn Superstars echt elke dag. Dus... dit is een goede aanvulling daarop. En volgens mij is dit alles wat ik aan jullie wilde laten zien. Hopelijk was de achtergrond niet te storend. Ik weet niet hoe ik de achtergrond wazig kan maken. Dus het was een beetje druk, maar dat past alweer bij mij. Ik hoop dat jullie de video heel erg leuk vonden. Mijn horloge is zo mooi. Ik ben echt heel erg blij met al mijn gekregen items. Laat even weten of je het leuk vond dat ik zo'n soort video had gemaakt. Ik hoop dat het gewoon leuk was. Bedankt voor het kijken. Vergeet geen duimpje omhoog te doen. Te abonneren als je nog geen abonnee bent. En dan hoop ik dat ik je zaterdag weer zie met een nieuwe video. Doei!